Heeft Urenco nog toekomst? Dat was de vraag waar wij ons mee bezig houden. Politiek gezien zijn wij tegen kernenergie en dus ook tegen de werkzaamheden van Urenco. Maar we zagen op het moment wat interessante ontwikkelingen. Dat met name het verdienmodel van Urenco, dat langzamerhand aan het instorten is. Dat de prijs van die ze voor verrijkt uranium krijgen zo laag is geworden dat het de vraag is of ze nog in de toekomst winst kunnen behalen. Dus vandaar dat we onze vraag hadden van heeft Urenco nog toekomst? In Duitsland is het ook zo, Urenco zit dus ook in Duitsland, in Gronau, dat ook daar die vraag is. In Duitsland is het nog sterker omdat in Duitsland besloten is om helemaal te stoppen met kerncentrales. Ja, en dan is het heel onlogisch als je kerncentrales hebt om dan nog de verrijkingsindustrie in stand te houden. Dus daar is ook een hele beweging gaande die zeggen van we moeten stoppen met de uraniumverrijking. Ik zeg, dan moet je ook een principe hebben die het verhebben veroorzaakt. Die moeten dan ook, ook betalen uiteindelijk. En wat de mensen aangeeft, daar ben ik van mening dat we een structuurmaatschappen nodig hebben. Dus alternatieve banen, conversie bijvoorbeeld ook. Ook wat de uraanverrijkingssector bijvoorbeeld aangaat, moet je dan natuurlijk over nadenken. Wat zou je bijvoorbeeld alternatief kunnen produceren in deze bedrijven? En dan weer nieuwe banen scheppen. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de burgemeester wel sterk voor is. Met name vanuit het oogpunt van werkgelegenheid. En daar hebben wij ook oog voor. Maar ons inziens is er in de alternatieve energiesector voldoende werkgelegenheid te scheppen. Zodat je dan mensen toch gewoon aan het werk kunnen blijven. Nou is Urenco staatsbedrijf. Ja. Heb jij enig idee hoe er hier op gemeentelijk niveau wordt bekeken? Want weliswaar gaan de beslissingen vanuit Den Haag. Maar heeft Almelo zelf er daar nog enig invloed op wat er ook gebeuren gaat? De enige invloed wel. Ik denk dat ze wel een lobbyapparaat hebben om daar regelmatig over te spreken. Echte invloed niet. Dat wordt toch op landelijk niveau wordt dat beslist.